De vorige keer zijn we begonnen met blok 2. Blok 2 gaat over totale correctheid. Totale correctheid betekent dat we additioneel, naast het input-output gedrag, beschreven door pre- en postconditie, dat we additioneel gaan bewijzen of een programma ook termineert vanuit een willekeurige begintoestand die voldoet aan de preconditie. Dat is het idee. En we hebben dus de vorige keer de formele notie geïntroduceerd van totale correctheid. We hebben pre- en postconditiespecificatie. Dat ziet nog steeds hetzelfde eruit. Preconditie, statement, postconditie, maar het heeft nou een andere interpretatie. En dat zie je het duidelijkste bij die while-regel, bij de bewijsregel voor de while-statement. Daar willen we dus bewijzen dat P hier niet alleen een invariant is, dus ook daarmee aan het eind geldt, maar tevens dat dit programma, deze while statement, termineert als de begintoestand aan die invariant voldoet. En dan weten we, net zo goed als in partiële correctheid, dat dan na afloop, als P een invariant is, dat P dan weer geldt en de boolean conditie geldt niet. Nou, we hebben beargumenteerd dat we daartoe moeten bewijzen dat P invariant is. Dat gaat dus op dezelfde manier als voorheen in partiële correctheid. Maar we hebben dus een tweetal nieuwe premissen aan die regel toegevoegd. Daar ga ik nog niet helemaal in detail op in wat nou de intuïtie was. Maar die intuïtie, kortweg gezegd, is dat T is een expressie. En dat kun je zien als een bound van het aantal iteraties. Niet precies, het is gewoon een upper bound. Het is niet, je hoeft niet precies uit te drukken dat deze statement 10 keer of wat dan ook, want dat kan vaak ook niet, omdat het aantal keren dat zo'n while statement uitgevoerd wordt afhankelijk is van de beginwaarde van die variabele. Maar dus in het algemeen stelt die T een upper bound voor. En dat idee is dan dat je bewijst dat iedere keer als je die body hebt uitgevoerd, dat de waarde van die teller of bound vermindert. Want je hebt dan minder aantal, je zegt upper bound is 100.000. Nou ja, als je dan één keer je de body van de loop hebt uitgevoerd, dan wordt die upper bound natuurlijk minder. En dat kunnen we dus uitdrukken door middel van een freeze variabele, een logische variabele z, die niet in P en B voorkomt. En dan zeggen we in de preconditie dat de beginwaarde van T, dus voordat we S uitvoeren, is de beginwaarde van T gelijk aan die van Z. En dan moeten we bewijzen als postconditie dat na afloop T inderdaad minder, kleiner is geworden. En dat kleiner wat betreft zijn initiële waarde. En omdat de initiële waarde, omdat z staat voor de initiële waarde, kunnen we dat dus heel simpel in de postconditie uitdrukken door t kleiner dan z. Oké, dat is een kleine herhaling. Maar wat ik nog wil opmerken aan deze regel zijn twee zaken. We hebben de vorige keer ook wat hulpregels gezien, als de eliminatie van een variabele in de preconditie. We hebben bijvoorbeeld ook nog een conjunctieregel gezien. En wat je hier kunt zien, is dat we eigenlijk een soort conjunctieregel hebben toegepast. Want je zou ook kunnen voorstellen dat we deze twee premissen samenvoegen. Dat we in plaats van dit bewijzen en apart dit bewijzen, dat je bewijst dat als P geldt en B en T is gelijk aan Z, dat dan na afloop P geldt en T kleiner dan Z. Dat zou prima kunnen. Waarom het echter al, want als je deze twee premissen hebt afgeleid, dan kun je met de conjunctieregel dat dus afleiden. Maar waarom gaan we direct al splitsen? Dat is een, wat heet dan in het Engels, een separation of concerns. Dat is in plaats van één groot bewijs, waarin je twee dingen tegelijkertijd moet doen. Je moet en bewijzen dat P invariant is, en je moet nog eens een keer bewijzen dat die bound afneemt, gaan we dat nou splitsen in twee afzonderlijke bewijsverplichtingen. Eén waarin P invariant is, de andere hoeven we niet te bewijzen dat P na afloop geldt, want dat hebben we daar al gedaan. Hier kunnen we ons dus gewoon puur focussen op het afnemen van die bound.
Nou, je kunt zeggen, ja, 2 is meer dan 1. Hè. In plaats van 1 bewijs heb je nou 2 bewijzen. Maar in de praktijk zal 11 van deze 2 bewijzen waarschijnlijk de som van die bewijzen kleiner zijn dan het ene bewijs. Dat is misschien nog niet, dat is een vrij kwantitatief argument, maar je kunt ook kwalitatief zeggen van kleinere bewijzen zijn al gauw overzichtelijker en makkelijker te genereren. Dus hier zie je in deze splitsing een separation of concerns. Dat is 1 opmerking die ik wou maken, nog over deze bewijsregel. Er is nog een ander dingetje. Zoals gezegd, werken we aan totale correctheid. Willen we totale correctheidsspecificaties verifiëren. Dus deze pre-postconditiespecificatie interpreteren we in totale correctheidszin. Hè? Namelijk dat P, dat we deze while statement moet termineren vanuit P. Hoe zit het dan met de premissen? Hoe moeten we die interpreteren? Of voor de hand liggend is, als je in een bewijssysteem zit, zoals hier, en je hebt het over totale correctheid interpretaties van pre- en postconditiespecificatie, dan ligt het voor de hand dat in al je regels ook de premissen natuurlijk ook totale correctheidspremissen zijn. Dat is bijvoorbeeld als je die bewijsregel voor de if then else ziet, voor totale correctheid, ja, dan is het wel essentieel dat de premissen ook correctheidsassertie zijn geïnterpreteerd voor totale correctheid. Want als die premissen van de if then else, misschien kan ik dat nog even laten zien. Dat is mooi weer. Maar dat heb ik niet genoemd, dat heb ik niet laten zien, die regels. Maar in feite zijn dus de regels voor sequentiële compositie, if then else en Simon-taxoma, zijn op het oog hetzelfde als die van partiële correctheid. Maar met één verschil, dat alles in dit nieuwe systeem wordt geïnterpreteerd voor totale correctheid. Dus als je een regel hebt voor sequentiële compositie, dan zijn de premissen moeten ook geïnterpreteerd worden in deze zin. Moeten ook terminatie met zich meebrengen. Nou, hier heb je 2 premissen, dus zou je verwachten, zou ik gewoon denken van, nou ja, die moet ook geïnterpreteerd worden in totale correctheidszin. Dat wil zeggen, je moet bewijzen hier niet alleen dat P na afloop van S geldt, nee, ook dat S termineert. Ja, hoe zit dat hiermee? Dat is nou een interessante vraag. Want, dan gaan we zeggen, als we dit ook gewoon als totale correctheidszin interpreteren, dan bijvoorbeeld als die statement S weer een while-regel is, een while statement is, dan zou je voor die while statement ook nog weer een tellertje moeten introduceren. He, want dit tellertje geldt voor deze buitenste. En als je dan in die statement S nog een keer een while statement tegenkomt, dan zou je daar opnieuw deze regel voor moeten gebruiken en dus ook weer terminatie moeten bewijzen. Maar de vraag is dat nodig? Is het nodig om te bewijzen, hier in dit bewijs, hè, nogmaals, waar gaat het hier om? Primair om te laten zien dat die bound afneemt. Maar waarom zou je dan ook nog gaan bewijzen dat S termineert? Want sterker, we hebben hier al bewezen dat S termineert als P waar is en B. Dus als P en B waar is, dan hebben we hier al, dan weten we al dat die termineert. Dus dan hoeven we in dit bewijs niet nog een keer te bewijzen dat S termineert. Met andere woorden, deze premissen kunnen we interpreteren als een partiële correctheidsspecificatie. Dus eigenlijk heb je nou een soort met hybride bewijssysteem. Je hebt niet alleen maar Je hebt het niet alleen maar over totale correctheidsspecificaties. Dit is een conclusie, is zo'n ding. Hier is één, zo'n totale correctheidsspecificatie. Maar dit hoeft niet. En dit zou echt onzinnig zijn om hier nog een keer terminatie te bewijzen. Dus dit kan gewoon door middel van partiële correctheid. Dus als je hier in S weer een while statement tegenkomt
in het bewijs van deze correcte specificatie. Ja, dan hoef je niet nog een keer weer een bound te introduceren voor die binnenste while statement. Dus dat is wel, wel een dingetje om, om op te merken. Ja, dat, dat wou ik dan nog even toevoegen aan, aan deze bewijsregel. Dat hebben we toen geïllustreerd aan een heel eenvoudige while statement. Daar ga ik nou niet bij langs, ga ik even doorheen. Ja, toen hebben we dit geïntroduceerd en dan wil ik ook nog dit probleem geïntroduceerd. Daar wil ik nog even een opmerking nog ook over maken. Dat was een loopje op zoek naar een nulpunt in een array, eendimensionaal array. We hebben geen bound. Vanuit de initiële waarde van x loop je naar rechts totdat je een nulpunt vindt. Ja, wanneer termineert dat ding? Wat is een noodzakelijke en ook voldoende voorwaarde voor terminatie? Nou, dat er rechts van x natuurlijk zo'n nulpunt ligt. Dat wordt eenvoudig uitgedrukt door deze preconditie. Je zegt, er is een waarde m, zodat an is 0 en n is groter of gelijk aan x. Nou, toen heb ik proberen uit te leggen wat het probleem is om hier die boundfunctie te definiëren. En ik heb gepoogd uit te leggen dat je niet, wat misschien geneigd bent te zijn, van nou ik neem n min x. Dat gaat niet werken omdat je bijvoorbeeld niet kunt afleiden uit die preconditie dat n min x groter of gelijk aan 0 is. Want uit de premisse er is een n zodanig dat x kleiner of gelijk aan n is, volgt niet uit dat n min x kleiner dat n min x groter of gelijk aan 0 is, of dat x kleiner of gelijk aan n is. Want die gebonden n, dat is een hele andere n als deze n die je als bound neemt. Want als jij zegt bijvoorbeeld, nog, ik herhaal nog een keer, als jij zou zeggen ik neem als bound n min x, nou dan vraag ik, hoe kun je dan bewijzen dat altijd groter of gelijk aan 0 is? Nou, dan kun je niet zeggen er is een n waarvoor dit geldt, want ik kan hier een logische equivalente formule van maken door te zeggen er is een m, er is een k. Nou, dat is dus een hele andere variabele naam. Dus je kunt daarmee niet afleiden. Je kunt dus n hier niet als bound nemen. Dat is. Dus zou je ook kunnen zeggen dat bij de boundfunctie, je spreekt over de programmavariabele n, ja. Terwijl hier in de assertie een logische variabele n ja. wordt bedoeld. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, hier is het de gebonden variabele. En als je de bound functie neemt, die t, en je neemt de waarde n, je neemt die variabele n, ja, dan is het in zekere zin een soort programmavariabele. Het is niet echt een programmavariabele, hij komt niet echt in het programma voor, maar het is een vrije variabele. Hij wordt niet gebonden. Hij heeft een initiële waarde in de begintoestand. En welke waarde die hij heeft, ja, dat weet je niet. Ja, of je moet zeggen dat n groter of gelijk aan x is als preconditie. Maar ja, dat is niet wat je weet. Je weet alleen maar dat er zo'n n is. Nou, dat probleem dat hebben we laten zien, dat kunnen we oplossen door niet dit direct te bewijzen. Dus dat het programma termineert vanuit deze preconditie, maar vanuit een andere preconditie door gewoon die kwantificatie weg te laten. Ja? Die laat gewoon weg. Nou ja, en dan heb je dus een n. Dan weet je, in een concrete begintoestand heeft die n een waarde. En dan heeft die zodanige waarde dat die groter of gelijk aan x is. Dus kun je die n of n min x, kun je als bound, ja, ik zei eerst n als bound, dat is natuurlijk niet zo, want n neemt nooit af, n min x als bound nemen. Maar goed, dan heb je dus bewezen dat dit programma termineert vanuit deze toestand. Dan zijn we er nog niet, maar we hebben een aparte bewijsregel die stelt als zo'n variabele in de preconditie voorkomt, en komt niet in het programma voor, komt niet in de postconditie voor, dan mogen we hem wegkwantificeren. Dus op die manier hadden we dat heel makkelijk kunnen bewijzen, want het bewijs dat deze while statement termineert vanuit deze preconditie, dat was vrij simpel, vrij eenvoudig te bewijzen dat die n min x bound is en iedere keer afneemt, want die x wordt groter. Maar
We hebben daarvoor wel dus apart een bewijsregel geïntroduceerd. En daar heb ik toen een beetje overheen geluld, zo van ja, oké, zo kun je wel aan de gang blijven natuurlijk. Hè. Dan heb je een volgende probleem, introduceer een nieuwe bewijsregel. Sterker nog, ik kan natuurlijk als ik een correctheidsspecificatie wil bewijzen, dan zeg ik, nou, meestal klaar, ik introduceer het als een axioma. Dus dan, dat is natuurlijk niet een algemeen procedé. Maar het is een handige regel en we kunnen laten zien dat set je regels en axioma's wat we hebben in principe afdoende is. Maar toch ja, kriebelt het een beetje van, hebben we die regel nou nog echt nodig? En Hans en ik hebben daar nog een beetje over gebrainstormd en ik geloof dat in ieder geval nog niet in het werkcollege besproken is. Dus voor een volgende keer is het wel interessant om eens te kijken of je een alternatief bewijs kan vinden door een alternatieve definitie van die boundfunctie. En die ga ik nu geven, informeel, dan moet je hem dus zelf formaliseren en dan moet je hem vervolgens zelf uitwerken. Ik gooi het in de groep, ik stel voor als boundfunctie, domweg, de kleinste n waarvoor geldt an is 0 en x is kleiner of gelijk aan n. Dus ik heb een functie nou, hè, die werkt, heeft twee parameters, namelijk die array a en die x. En noem het een functie f. Hè, functie f met twee parameters, a, x. Wat is de definitie van die functie? Die levert de kleinste n op, zodanig dat an is 0 en x is kleiner of gelijk aan n. Nou, en wat is de waarde van die functie als er niet zo'n an is 0 bestaat? Ja, dat mag je dus even lekker uitvogelen. Oké. Dat is dus een onderdeel van het werkcollege. Ja. Het is, als je denkt, maar maakt mij dat uit, dan is het bijvoorbeeld gewoon ongedefinieerd, zou je kunnen zeggen. Want dan werk je dus met een partiële functie. En dan moet je oppassen. Dan moet je uitkijken, moet je wel goed bekijken of dit dan gaat werken. Maar dat is inderdaad een ding om bij stil te staan. Dat als ik die functie zo definieer, dat die in principe dan partieel gedefinieerd is. En ja, een deel van die opgave is ook, hoe ga je daarmee om? Ja. Maar het idee is dat je op die manier ook direct deze while statement, dat je direct kan bewijzen dat deze while statement termineert vanuit deze preconditie. Dus zonder die hulpregel, maar met deze nieuwe bandfunctie. Dus de kleinste n waarvoor geldt dat dit an is 0 en x kleiner of gelijk aan n. Dat is wel een leuke, maar dus dan hebben we laten zien dat het niet echt strikt nodig is. Maar het is wel heel makkelijk. Heel makkelijk bewijs. Of ja, makkelijk relatief. Het is maar net natuurlijk wat je gewend bent. Hier waren die additionele regels, hè, die conjunctieregel heb ik nou net genoemd, in verband met de interpretatie van die regel voor terminatie van de while statement. Ga ik verder niet bij langs. Wat ik wel op geattendeerd heb, en dat is oefenstof voor het werkcollege, is checken die zijcondities of die inderdaad nodig zijn. En dat doe je door, stel dat er niet aan voldaan is, om dan te kijken of je een tegenvoorbeeld kan vinden, een concrete instantie van die bewijsregel waarbij de premisse waar is en de conclusie onwaar. Oké, dat heb ik hier gegeven, maar dat gaan we nou niet behandelen. We gaan nu nog wat voorbeelden geven van terminatiebewijzen. Maar daartoe introduceren we een decompositieregel. En dat is weer een andere toepassing van het algemene principe van separation of concerns. Eigenlijk ook weer een toepassing van die conjunctieregel. Kijk, als we willen bewijzen de totale correctheid van deze specificatie, dus dat de S na P niet alleen Q waar maakt, maar dat die ook altijd termineert vanuit P. Nou, dat kunnen we dan in één keer in één bewijs doen. En voor while statement die hier voorkomen, zul je die bewijsregel voor
totale correctheid van die while statements. Dan moet je voor elke while statement een bound functie introduceren, et cetera. En tegelijkertijd moet je meeslepen dat die Q na afloop moet gelden. Nou, dat kun je opsplitsen in tweeënlei zaken. Van bewijs dat Q na afloop geldt, maar zonder te bewijzen dat S termineert. Dus dit is dat kleine peentje onder die V-dash in LaTeX, of turnstile noem je dat geloof ik. Maar dit betekent partiële correctheid. Dus je gaat verifiëren dat deze bewijzen dat deze correctheidsspecificatie gaat, zonder te bewijzen dat S termineert. Dus je focust alleen maar op dat Q na afloop geldt. En anderzijds ga je bewijzen dat S termineert vanuit B, maar ben je niet geïnteresseerd in wat na afloop geldt. En dan zeggen we ook true. Dus dan hoef je niet allerlei informatie mee te slepen om te garanderen dat Q na afloop geldt. Dan hoef je alleen maar te focussen op de terminatie. Dus dat is ook weer separation van concerns. Hè. In plaats van één bewijs creëer je twee bewijzen dan. Twee is meer dan één, dus dat lijkt meer werk, maar over het algemeen zijn deze bewijzen afzonderlijk eenvoudiger, korter of in ieder geval conceptueel simpeler. Dus als we hier bijvoorbeeld met proof outlines gaan werken, dan zijn de proof outlines voor totale correctheid in principe dezelfde proof outlines als voor partiële correctheid, maar moet je daarnaast nog laten zien dat het programma termineert met de postconditie true. Is dat de manier hoe je deze decompositieregel kunt toepassen? Ja, dan loop je even op de zaken vooruit. Oh, oké. Ja. Nee, daar komen we nog even op terug. Maar dat is wel een goed punt. Maar inderdaad, je bracht nou naar voren de term proof outline. We hebben nu een tweetal terminatiebewijzen gegeven, maar niet in termen van proof outlines, gewoon in de termen van een normaal bewijs. Wat normaal is, dat is. Maar de vraag is, ja, hoe ziet er inderdaad een proof outline eruit? En dat wat ik nu ga doen, een simpele oefening, is zowel toepassing van deze decompositieregel illustreren als van hoe ziet nou eigenlijk een proof outline voor de terminatie eruit. Daartoe kijken we naar dit eenvoudige voorbeeldje. Het uitrekenen van het aantal malen dat i in x gaat. Dus, deling. Het programmaatje zet q is het quotient, dus het aantal malen dat i in x gaat. En de rest sla je op, de rest van deling van x door y sla je op in n. Nou, dan moet je q initialiseren op 0 en de rest r zet je op x. En dan, wat je dan doet is zolang r groter of gelijk aan y is, trek je y van r af en hoog je q met 1 op. Als wij dit dan willen bewijzen, dan als totale correctheid, dan moeten we dus nu die regel van decompositie gebruik maken. Die regel gebruikend, moeten we dus twee dingen bewijzen. De partiële correctheid van dit en de totale correctheid van deze. Partiële correctheid hebben we al gedaan. Dus dan verwijs ik naar dat bewijs. En dat kun je op normale manier geven, maar ook met een proof outline. Dus nu gaan we focussen op het terminatiebewijs. Dus wederom, je bent niet geïnteresseerd in wat na afloop geldt, maar alleen dat deze statement termineert vanuit deze preconditie. Nou, dan gaan we een proof outline maken. En ja, de basisopzet, je begint hetzelfde als voor partiële correctheid. Je zet het programma neer, je moet wat ruimte overlaten. Dat is altijd natuurlijk een beetje lastig, want je kunt de assertjes boven elkaar zetten, dus je weet, dat is een beetje inschatten. Dus eerst maar even op plat en dan kun je dat aanpassen. Maar voor tentamens en zo krijg je een template en dan kun je dat in LaTeX veel makkelijker doen. Maar in ieder geval, je zet je programma zo neer, dat doen we hier van boven naar beneden.
We hebben hier de pre-conditie, daar de post-conditie. Nou, en dan, dan gaan we maar aan de slag. Ja, wat moeten we hier doen? Nou, we hebben een initialisatie, maar dan hebben we direct een while statement. Dus voor die while statement moeten we een invariant vinden en een bound functie vinden. Maar omdat we dus focussen op alleen terminatie, ja, hoef je nou niet direct blind te staren op die invariant. Is dus, de focus op de bound. En die invariant, die haal je er alleen maar bij om te garanderen dat die boundfunctie altijd positief is. Want daar heb je alleen maar die invariant voor nodig. Dus je gaat niet eerst denken, oh, wat moet ik nou voor een invariant hebben? Nee, je gaat nu gewoon puur focussen op de boundfunctie. Nou, wat zou hier de boundfunctie zijn? Ja, dus het moet een upper bound zijn. Ja. En als je bijvoorbeeld deelt, wat zou dan een goede upper bound zijn? Ja, dat is de vraag. Ja, in eerste instantie, als ik hier zo naar kijk, naar dit, kijk ik naar, denk ik, waarom niet Erminij? Als I opgehoogd wordt, dan gaat Erminij naar beneden, maar wordt I opgehoogd? Nee, wordt niet. Alleen R wordt kleiner. Als R kleiner wordt, kunnen we R nemen. Wat? Als bound. Ja. En R begint met X. Ja. Ja, waarom nemen we inderdaad de bound R niet? Ja. Ja, dat lijkt me inderdaad nog simpeler, ja. Maar Erminij neemt ook in ieder geval af, hè? Toch? Ja, I neemt niet af. I blijft constant. Nee, maar R en R neemt wel af. Dus ja. Dan, ja. Maar ja, dus als R werkt, dan werkt Erminij ook. Ja, ja, dus eens even kijken. Ja. Oh ja, ja. Dus ja, we hebben, ja, we nemen gewoon de bound R. Ja. Dus dan, maar dan moeten we dus wel een invariant ook meenemen. En wat ik al eerder zei, die moet dus garanderen dat R, in dit geval dus de bound R, altijd groter of gelijk aan 0 is, als die invariant geldt. Nou ja, als je moet eisen dat R groter of gelijk aan 0 is, ja, dan is het altijd dat de invariant zijn. R groter of gelijk aan 0. Dat impliceert in ieder geval natuurlijk dat R groter of gelijk aan 0 is. Maar blijkbaar neem ik ook dit mee, I groter dan 0. Nou ja, dat kun je wel ergens van voorstellen, want op een gegeven moment moet ik natuurlijk, ik trek I van R af. En dan moet ik dus weer weten dat R groter of gelijk aan 0 is. He, want dat is mijn invariant. Dus dan moet ik wel weten dat I natuurlijk positief is. En, want als ik ga de body van de loop in, dan weet ik ook dat R groter of gelijk aan I is. Want als I negatief zou zijn, dan, en R groter of gelijk aan I, dan zou ik hier R mee verophogen. Dus dan, of in ieder geval, dan wordt het allemaal lastiger. Dus het is evident, of even nadenken, kom je er wel achter dat je mee moet nemen in de invariant dat I groter dan 0 is. Maar ja, dat is in het begin altijd een beetje gissen. Hè? Ik bedoel, je weet nooit. Of ja, sommigen zien wel in alle detail in één keer voor hun geestesoog het bewijs. Maar de meeste normale stervelingen is dat niet gegeven. En beginnen gewoon met een gok, met een gevoel. En dan werken we dat uit. Nou ja, en dan zien we wel naar het schip strandt. En als het schip strandt, dan moet je niet direct overboord springen. Maar dan moet je gewoon kijken hoe je, hoe je het weer vlot kan trekken. Dus hoe je je invariant of wat dan ook moet aanpassen. Dus laten we eens kijken hoe dat nou uitpakt. Dus we nemen nou dit mee. Ja, dat is een beetje een loze toevoeging. Maar in algemeen wil ik dus laten zien, in de proof outline ook, dat je hebt bewezen dat de invariant dit impliceert. Maar ja, dat is dus simpel, want Impliceert dat de bound dus niet negatief is? Ja.
Ja, positief. Ja, groter gelijk aan nodig. Ja. Dus hiermee laat je zien dat de invariant impliceert R groter gelijk aan nodig. Want dat was de conventie. Hè? De bovenste moet de onderste impliceren. Nou, dat eerste gedeelte, dat is dat ding zelf. En dan komt, ja, dit zit er ook al in, dus dit is eigenlijk triviaal. Maar je moet het gewoon even zeggen, zodanig dat je niet vergeet nog wel even te bewijzen dat de invariant impliceert dat de bound groter of gelijk aan nul is. Maar dat is hier zo triviaal dat... nu komen we met een dingetje, nog een ander dingetje. Laten we dit dan even... even denken of ik dat nou goed direct moet uitleggen. Hey, wat we nu moeten laten zien is dat die boundfunctie dus afneemt over de body van de loop. Ja, en in die bewijsregel, hoe we dat gedaan hebben, was we nemen een logische variabele en we zeggen aan het begin dat R is gelijk aan Z en dan moeten we na afloop bewijzen dit. Ja? Vergeet dit nog even. Hè? We introduceren een logische variabele en we zeggen dan R is gelijk aan Z hier aan het begin. En dan moeten we dit bewijzen. Nou, Het is een kwestie van conventies. Maar het idee is, ik wil blijven bij de simpele conventie. Dat als ik twee assertie's zie, de een boven de ander, dan moet de bovenste de onderste impliceren. Zou ik hier nou, zoals die bewijsregel suggereert, domweg de invariant neerzetten plus die boolean conditie en dan hierbij zetten R is gelijk aan Z, dan verstoor ik dat hele idee. Want het kan natuurlijk niet zo zijn, het is natuurlijk niet zo dat deze assertie impliceert dat R gelijk is aan Z. Dat kan niet. Hij zegt niks over Z, dus hij zegt ook niet dat R gelijk is aan Z voor een willekeurige Z. Dat kan niet. Dus daarmee loopt het een beetje spaak om een terminatiebewijs te geven in termen van een proof-outline de regel volgend. In de regel kan ik het wel hier domweg neerzetten, maar bij een proof-outline staat zo'n assertie in de context van een hele proof-outline met dus nogmaals die conventie dat twee asserties boven elkaar bla bla bla. Nou, en een ad hoc, maar wel een consistente en systematische manier om dat op te lossen, is die logische variabele eigenlijk als een hulpvariabele te zien en er een assignment aan toe te voegen die het programma natuurlijk sowieso niet verandert, want Z is een variabele die helemaal niet voorkomt. Dus ik kan rustig wat dan ook aan Z toekennen zonder dat het programma verandert. Maar wat ik dan doe, specifiek, is ik geef gewoon Z, die waarde van de bound. Dus in het algemeen, als ik een bound functie introduceer, T, dan zet ik hier gewoon aan het begin van de body van de loop, Z wordt T. Nou ja, daarmee heb ik dus daarmee weet ik dus dat op een gegeven moment Z is gelijk aan die initiële waarde, want hier doe ik nog niks. Hè? Ik zet hem aan het begin van de body, dus dan weet ik dat Z aan het eind staat voor de beginwaarde van R. Nou ja, dan volstaat het te bewijzen dat R kleiner geworden is door het te bewijzen dat na afloop van de body van de loop geldt R kleiner dan Z. Dat is ad hoc, maar het is wel systematisch en consistent. Dan kunnen we nog steeds gewoon redeneren in de context van gewoon een klassieke proof-outline. Hoeven we niet rare dingen te verzinnen van onder welke voorwaarden deze assertie die impliceert als er mogelijk nieuwe variabelen geïntroduceerd worden. Die nieuwe variabelen, die initialiseren we gewoon, die nieuwe variabelen komen in het programma voor, die initialiseren we gewoon op deze manier. Dus nu gaan we verder zoals we dat voor partiële correctheid doen. Dit is dus de postconditie die we willen bewijzen. Nou, we halen door deze tweetal assignments heen in de context van die sequentiële compositie. Dus even kijken, wat moeten we doen? Nou, je ziet hier al het makkie, omdat we helemaal niet geïnteresseerd zijn in die postconditie. Die Q die komt hier helemaal niet in voor.
Dus die update naar Q doet eigenlijk helemaal niks in die terminatie. Je zou eigenlijk zelf deze update helemaal weg kunnen halen in die terminatiebewijs. Dus het enige wat we hoeven te doen is in deze postconditie R vervangen door M en I. Dat doen we dus hier, hè, want I komt maar één keer voor. Toch? Nee, R komt twee keer voor. Oh nee, sorry. We moeten R vervangen door M en I. De R komt hiervoor en daarvoor. Dus je krijgt hier M en I groter of gelijk aan 0 en R en I kleiner dan Z. Oké, okay. Nou dat heb ik vervolgens even wat vereenvoudigd. Dan moeten we ons overtuigen dat deze assertie deze impliceert. Ja. Je kunt hem ook, het is weer wederom een keuze. Hè. Je kunt ook gewoon deze gegenereerde postconditie voor deze assignment er gewoon doorheen trekken. Maar in sommige gevallen kun je dit ding wel vereenvoudigen. Hè, want even kijken, i groter dan 0 staat, maar r groter of gelijk aan 0 en r groter of gelijk aan i en r is gelijk aan z. Dan moet ik even kijken. Nou, omdat je weet dat r groter dan of gelijk aan i is, weet je ook dat r min i groter dan of gelijk aan 0 is, als je i van beide kanten aftrekt. Dus dat gedeelte is goed. Ja. I groter dan 0 volgt direct. Ja. En dan alleen nog de vraag r min i kleiner dan z. Ja. Nou ja, dat volgt inderdaad uit dat r is gelijk aan z. Je weet dat i is positief, dus r min i is kleiner dan z. Ja. Ja, bedankt. Ja. Dus dat is eigenlijk toch wel even een beetje nog een klein gepuzzeltje. Maar in principe kun je er ook gewoon hier vanuit gaan en die assignment axioma toepassen. Maar ja, ik heb het gepoogd wat te vereenvoudigen. In ieder geval die, ik heb geen min meer, ik heb hier gewoon hele eenvoudige gelijkheden nou, of ongelijkheden, gelijkheden en ongelijkheden. Dus nu pas ik de assignment axioma toe, dus nu moet ik z vervangen door r. Waar is die z? Nou, die staat hier maar op één punt. Nou, kijk, nu zie je ook wel hoe eenvoudig het wordt. Ja. Nu wordt r is r, dat is gewoon true. En r groter of gelijk aan i, nou, dat krijg ik van mijn boolean conditie. En dit was mijn invariant. Ja. Ja, dus het introduceren van die hulp assignment z is de bound. Ja. Is het dan zo dat de while-regel in de proof outline hetzelfde eruit ziet als die voor partiële correctheid? Ja, exact. Ja, exact. Behalve dat je hier even expliciet neerzet wat die boundfunctie is. Maar ja, eigenlijk hoef je dat ook niet te doen, want door toevoeging van dit conceptueel weten, oké, dat speelt een rol. Daar staat de bound. Ja, ja. En hij staat ook nog in de postconditie van de body. Ja. Hè? Ja. 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 Maar in principe volgt het gewoon helemaal. Is er eigenlijk gewoon een partiële correctheid ding. Alleen je hebt een bepaalde eis. Hè? Je hebt niet een willekeurige proefoutline. Je hebt een eis hier dat die r kleiner dan z is. Dat moet je afdwingen. Hè? Ja. Maar verder is het gewoon eigenlijk een partiële correctheid proefoutline. Ja. Behalve dus nogmaals een specifieke toevoeging van dit en dat. Ja. Oké. Lijkt me genoeg voor deze keer. Okay.